We zullen met elkaar bidden voor deze middag. Dierbare en zeer liefdevolle hemelse God en Vader, we willen uw heilige en uw grote naam heel hartelijk danken, dat u de levende God bent, de God die in de hemel woont en die de almachtige en de soevereine God bent, die heilig bent en die niet alleen in de hemel woont, maar die ook hier in ons midden tegenwoordig bent. De enige levende die het waard bent om aanbeden te worden, die het waard bent om ons leven aan toe te wijden. Heer, wij prijzen u, wij loven u en wij danken u voor wie u bent. Wij danken u dat u uw zoon gezonden heeft in deze duistere wereld om het licht des levens te zijn, om leven te geven, om licht te brengen in donkere harten. En wij danken u dat u dat bij velen van ons al gedaan heeft, om het licht van de gerechtigheid, het licht van uw zoon op te laten gaan in onze harten. Heer, wij prijzen u en wij danken u. Want Heer, er was niets in ons wat enige reden gaf aan u om dat te doen. Wij danken u voor uw grote liefde, voor uw grote genade, voor uw ontfermende liefde, om uw zoon te zenden en om ons te trekken uit de macht van de duisternis, om ons vrij te kopen van de macht van de zonde en om de schuld van ons af te nemen en om ons het eeuwige leven te geven. Vader, en we danken u ook voor het heerlijke voorrecht dat we nu ook als zusters bij elkaar mogen zijn om rondom een geopend woord samen te komen, om van u te horen, om aan uw voeten te zitten, om woorden van wijsheid te horen. En ik bid, Vader, dat u elke hart van elke vrouw die hier is opent voor uw woord. En dat uw woorden diep in onze harten mogen dalen. En dat het vruchten mag dragen voor u. Vader, ik bid u ook voor Elzeline, dat u haar zegent, dat u haar bekrachtigt naar lichaam, ziel en geest, Heere, dat u haar aanraakt en haar sterkt. Dat u uw woorden in haar mond geeft. Dat u haar vrijmoedigheid geeft. En dat u woorden vanuit uw troon geeft. Woorden van geest en leven. Woorden in betoning van geest en kracht. En ik bid dat het voor elk van ons tot zegen zal zijn. Heere, geef dat deze middag een middag zal zijn die is tot eer en verheerlijking van uw naam. En ik bid u ook, Vader, dat u rust geeft bij de kinderen die bij de kinderoppas of bij het programma zijn. Heer, en dat u daardoor ook rust in de harten van de moeders geeft die hier zijn, dat ze de zorg voor hun kind over kunnen geven aan de anderen die daarvoor zorgen. Heer, mogen alle mensen die hier zijn, alle zusters die hier zijn, hun zorgen even van zich afleggen. En werkelijk vertrouwen dat als we de goede God laten zorgen en op hem hopen, dan zijn we bij hem veilig en geborgen. Heer, zegen ons zo met de zegen van uw tegenwoordigheid. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het is een groot voorrecht voor mij hier te mogen zijn. Verschillende redenen. Het is ongelooflijk voor mij dat ik in het Nederlands met Nederlandse zusters hier mag zijn. Voor afgelopen woensdag heb ik nog nooit zo met zusters gesproken over de Heer Jezus Christus. Maar het grootste voorrecht is het feit dat ik over de Heer Jezus mag spreken. Staat hij op de juiste plaats? Zo? Oké. Oké. Horen jullie mij? Er is mij gevraagd vandaag te praten over wat betekent een zuster in de gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn voor zijn dienst. En er is mij ook gevraagd mijn getuigenis te geven en dan mogelijk ook nog wat iets te vertellen over persoonlijke opleving in de Heer Jezus. Dus ik begin met mijn getuigenis omdat de Heere, die moest mij eerst uit de duisternis halen voordat hij zijn werk in mij deed. En
Ik sta hier dus alleen omdat hij dat werk in mij gedaan heeft. En daar wil ik heel graag van getuigen. Maar voor ik daarover begin, wil ik eerst iets zeggen over wat het betekent om God te verheerlijken. Ik denk dat het woord verheerlijken een woord is dat veel gebruikt wordt in de kerk. In het Engels is het glorify God. En ik denk dat mensen bekend staan met de term al over het algemeen in de kerk, maar niet precies weten wat het inhoudt. En het verheerlijken van God heeft te maken met het groot maken van hem. Hij is al groot, hij is wie hij is en zijn eigenschappen zijn machtig en groot en prachtig en schitterend en recht en goed. Maar door onze levens wil hij zijn eigenschappen aan anderen laten zien. Dat betekent dus dat wij God verheerlijken. En Christus heeft dat eerst zelf gedaan met zijn leven. Heeft hij zijn Vader verheerlijkt. In zijn leven liet de Heer Jezus precies zien. Hij openbaarde wie de Vader was. En de bedoeling van ons als christenen, mensen die opnieuw geboren zijn, die in Christus geplaatst zijn, is ons doel is God te verheerlijken, zodat wij met onze levens laten zien dat de levende God levend is en dat er een redder is die ons kan verlossen van onze zonde en van donkerheid, van onszelf, van onze eigen wijsheid en ons kan verplaatsen van de donkerheid en van de ban van de Satan en ons naar het licht van de Heer Jezus mag brengen. En dan komt hij in ons wonen door de Heilige Geest. En door de Heilige Geest, dezelfde Geest die in de Heer Jezus Christus was, kan de wereld zien dat God echt is wie hij is. Dat betekent het dus dat als wij God verheerlijken met ons leven. En ik zal nu beginnen met hoe dat bij mij begonnen is, hoe de Heer in mijn leven gewerkt heeft. Ik ben 48 jaar geleden in Soest geboren. Mijn moeder is overleden voordat ik 2 jaar werd aan kanker. En mijn vader is hertrouwd snel daarna. En mijn tweede moeder bracht een zoon. En daarna hebben mijn vader en moeder nog weer 2 dochters gehad. Het waren dus 5 kinderen. We zijn in een christelijk gezin opgegroeid in die zin dat we naar de kerk gingen. Maar verder kan ik me niet herinneren dat behalve van die voorgemaakte gebedjes, zeg maar, voor het eten en voor het slapen, kan ik mij niets herinneren over Bijbel lezen en bidden samen of over God praten. Dus ik was wel met God bekend en ik geloofde in mijn hoofd ook wel in God, maar daar bleef het dan ook bij. Ik heb mijn jeugd als moeilijk en pijnlijk ervaren. Ik voelde mij afgewezen. Ik voelde me alsof ik nergens bij paste. Ik voelde alsof ik een noodzakelijk kwaad was. Je bent er, maar dat is het dan ook. En we moeten. Dat was mijn gevoel. Ik voelde dat ik er thuis niet bij hoorde en ook op school niet. Ik wil wel zeggen dat ik wil erbij zeggen dat mijn ouders op hun manier hun best hebben gedaan. En ik dat niet tegen hun hou natuurlijk. Maar dit heb ik als kind ervaren. Dit is dus mijn verhaal, mijn getuigenis. Ik was heel erg eenzaam. Ik had wel vriendinnen, maar tijdens mijn toen ik van 12 tot 19 of zo had ik niet echt een goede vriendin. En ik was gewoon een heel eenzaam persoon. Mijn ouders zijn toen ik 19 was gescheiden nadat ze 7 jaar een hele gespannen en moeilijke relatie hadden, waar ik dus in mijn tienerjaren heel erg bewust van was. Was een spanning in ons huis. En ik was al een erg gevoelig kind op sfeer. Ik kon gauw sfeer aanvoelen en ging daar dan ook op reageren, maar ook gevoelig wat betreft gauw op mijn teentjes getrapt. Gauw beledigd, gauw kwaad, gauw gekwetst. Ik was ook een kind dat veel loog. Op een gegeven moment had ik door dat als ik zou liegen, dan dat ik misschien niet zo snel in moeilijkheden zou komen. Want ik had het gevoel, als ik de waarheid sprak over iets dat ik verkeerd had gedaan, dan kreeg ik een pak slaag of werd ik gestraft. Maar als ik loog, dan kon ik het misschien vermijden. Dus ik begon echt te wennen aan het liegen.
Ik heb een oma gehad die op mijn 14e gestorven is. En die vertelde altijd wel over de Heer Jezus. En het enige dat ik me daarvan kan herinneren is dat zij gewoon zei dat ik naar de Heer Jezus moest luisteren. En dat ik ook van hem een schaapje van zijn grote kudde mocht zijn. Maar verder kan ik daar niets meer van herinneren. Maar toch wel iets wat in mijn hart is gebleven, want dat kan ik me nog steeds herinneren. Ik voelde dat het om presteren ging. En ik voelde alsof ik nooit goed genoeg was. Er was ook geen genegenheid dat ik voelde in mijn leven. En er was onderscheid tussen de kinderen en dat maakte mijn leven moeilijk. En toen zijn uiteindelijk mijn ouders dus gescheiden. En toen heb ik eerst bij mijn moeder gewoond. En toen ben ik naar mijn vader gegaan die mij eigenlijk te veel vrijheid heeft gegeven. Ik was 19. Ik was een verbitterd persoon op dat moment door verschillende dingen die al in mijn leven gebeurd waren. Ik heb toen rond die tijd een brief gekregen die mijn eerste moeder geschreven heeft aan mij voordat zij overleden is. En in die brief heeft zij de hoofdboodschap in die brief was de Heer Jezus Christus. En ze zegt, daar vind je nu misschien niet veel van aan, heb je nu niet veel van aan, maar op een gegeven moment in je leven zul je doorhebben dat je de Heer Jezus Christus nodig hebt. En ze zegt, en veel mensen stellen dat uit naar later, maar voor mij is er geen later. Tenzij de Heer een wonder gaat doen. Dus zij heeft echt haar hart aan mij gegeven in die brief. En ook aan mijn oudste zus. Want het was haar natuurlijk ook haar moeder. Maar toen ik die brief las, had ik zoiets van, ja, oké, vast of zo. Ik was echt een verbitterd, een cynisch persoon. Ik luisterde daar gewoon niet naar. Ik heb dat van me afgezet. Ik was er verdrietig over, maar wilde ook niet met die verdrietige gevoelens. Dus die heb ik gewoon weggeduwd. Ik ben, omdat ik toen aan het uitgaan was, ging ik naar disco's. Ik heb een man ontmoet, die was een Amerikaan, die was 10 jaar ouder dan ik. En dit was de eerste persoon in mijn leven die ooit zei dat hij van me hield. En toen zei hij dat, ik hou van je en ik wil met je trouwen. En we kenden elkaar pas 4 maanden of iets dergelijks. En we zijn, ik denk, binnen 9 maanden getrouwd. En ik ben naar Amerika verhuisd als 20-jarige. En hartstikke jong dus, doodsbang, ik kende geen ziel. Die man was veel ouder dan ik. Ik was 20, hij 30. Ik was echt nog een kind, al dacht ik dat ik zo volwassen was. En we woonden in Californië. En mijn man, ik probeerde met hem wel te praten over de gevoelens en de onzekerheid die ik van binnen had en alle pijn en van binnen. En op een gegeven moment zei hij van, nou, dan moet je er nou maar eens mee over ophouden, want dat gaat toch over, je zit er toch niet meer in. Maar ik had toch een heleboel gevoelens van binnen waar ik gewoon niet mee wist wat ik daarmee moest. En in die tijd, hij was beroepsmilitair en ik woonde dus in een plek waar ik niemand kende. Maar ik begon wel een beetje om mijn buren te kennen. We woonden in een appartementencomplex. Toen heb ik een erg onrein leven geleefd. Ik ben heel eenzaam geweest, ik heb naar liefde gezocht. En dus ik begon mensen te bevrienden, waaronder ook mannen. En die deden aardig en die zeiden dat ik knap was, wat ik nog nooit in mijn leven gehoord had. En dat begon mij aan te trekken. En voor ik het wist, had ik relaties met die mannen. En ik weet niet hoeveel keer ik dat gedaan heb. Ik was dus een getrouwde vrouw en ik had relaties met andere mannen. En ik zeg dus niet omdat ik er trots om ben, maar ik wil weten. Ik zeg ook alleen die dingen puur en alleen om te laten zien wat de Heer Jezus Christus met een leven kan doen, met wat voor leven dan ook. En ik wist wel dat ik het fout was, dat weet je van binnen gewoon. En ik ging elke keer weer naar mijn man en dan bekende ik het. Hij vergaf me dan, dus dat was op zich al een wonder. En toen dan hield ik er weer mee op. Toen ben ik zwanger geraakt met mijn zoon en dat was echt ook het kind van mijn man. En die is geboren en toen zijn wij naar Duitsland verhuisd. En ik was echt van plan, dit ga ik nooit meer doen. Dit is verkeerd, dit is zonde, dit mag ik niet. En dat hoort gewoon niet. Ik weet beter, dat kan ik niet doen. Maar weer eenzelfde situatie. Ik kende geen mens daar. Ik had een kindje van 3 maanden.
En op een gegeven moment toen werd er een ladies night gehouden. En toen ben ik daar naartoe gegaan op aanraden van mijn man om andere vrouwen te leren kennen. En toen heeft een van die vrouwen mij ongelooflijk beledigd over iets wat ik aan had, kleren. En ze, dat zei ze, waar iedereen bij alle vrouwen bij stonden. Het was zo vernederend dat ik naar de wc ben gevlucht. En ik heb op de grond gezeten en gehuild. Want ik voelde me zo vernederd. Maar als iemand dat doet en je staat niet in Christus en je staat niet in wie jij bent, dan heeft zo'n persoon een soort macht over jou. En vanaf dat moment had zij dus inderdaad een macht over mij. En toen heeft ze later, heeft ze wel, omdat ze zag hoe ik gereageerd heb, zag ze dat ik gekwetst was. En toen heeft ze wel sorry gezegd. Maar later die avond zei ze, nou, ik ga zo meteen naar een bar met een andere vriendin. Wil je ook mee? Omdat zij dus een soort macht over mij had. En ik dacht van, ja, misschien vindt ze me dan wel leuk als ik dat ga doen. En dan gaat ze niet nog mij eens zo voor de gek zetten waar iedereen bij is. Dus ben ik meegegaan tegen beter weten in. En dus voor ik het wist was ik weer in die discotheek scène, zeg maar. Ik zal het goed Nederlands zijn, de scene. Maar in ieder geval, dat ging elke vrijdagavond. Hier heb ik dus een kleine baby thuis. En elke vrijdagavond staat Elseline in de discotheek alsof ze niet getrouwd is. Alsof ze geen kind heeft thuis. Nou, toen heb ik weer een relatie met een man gehad. Weer om aandacht. Dat weer bekend. En toen heb ik, en dit is altijd de vraag die ik moet beantwoorden wanneer mensen vragen van, hoe heb jij je man ontmoet? Jij bent Nederlands en hij is Amerikaans. Ja, in een discotheek. Terwijl ik nog getrouwd was met een andere man. En toen heb ik dus Kevin, mijn man, ontmoet. En toen had ik zoiets van, oké, dit is de man en ik wil hiermee getrouwd zijn. Het maakt mij niet uit wat iedereen denkt. Ik weet dat het verkeerd is, maar ik wil dit. En toen ben ik gescheiden van mijn eerste man. En 3 weken nadat de scheiding officieel was, zeg maar, legaal, ben ik opnieuw getrouwd. Dat is echt belachelijk. Maar goed, dat was mijn leven. En toen, ik had zo'n verwachting, want ik bedoel, een heleboel mensen kijken dan, wat een ongelofelijke vrouw. En ja, maar voor mijzelf was ik gewoon een gewoon mens. Maar ik wist wel dat ik verkeerde dingen deed. Maar het is niet alsof ik probeerde een slecht mens te zijn. Ik was gewoon verslaafd aan de zonde. En ik had een verwachting van Kevin dat hij mij gelukkig zou maken. Want ja, hij was zo'n vriendelijke man en alles ging goed. En hij zong liedjes tegen mij en we schreven elkaar gedichten. En nou, hij was bij wijze van spreken mijn redder, mijn verlosser van het gekwetste leven dat ik daarvoor gehad had. En al mijn zonden. Nou, binnen een maand of sneller vind ik uit, dit is mijn redder niet. En het gaat helemaal niet goed. En toen gebeurde er iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Ik begon ruzies te krijgen. Ik heb met mijn eerste man eigenlijk nooit ruzie gemaakt. Maar mijn man, mijn Kevin en ik, die hadden constant ruzie. Schreeuwen tegen elkaar. En dan zei ik, ja, ik heb dat nog nooit gedaan. En dan zei hij, ja, ik heb dat ook nog nooit gedaan. Maar jij doet dit aan mij. En jij, we gaven dus elkaar de schuld. Bekvechten tegen elkaar. Het was heel erg. En, maar dan toch ook weer spijt hebben en elkaar weer van elkaar houden. En hier wil ik even iets ertussen zetten. Liefde die niet gegrond is in Christus is een enorm egoïstische liefde. We kunnen de liefde niet kennen tenzij we in Christus zijn. En de liefde die je hebt voor iemand anders is een liefde die iets voor jou wil. Ik hield van Kevin, want Kevin had iets dat mij gelukkig zou kunnen maken. En Kevin hield van mij omdat ik hem gelukkig zou maken. Dat is dus een heel egocentrische liefde. Heel vaak heel subtiel. Maar de liefde van Christus is totaal anders, totaal omgekeerd. De liefde van Christus is, jij bent lelijk zelfs, maar ik, omdat Christus in mij woont, kan wel van jou houden, omdat Christus onvoorwaardelijk lief heeft. Niemand heeft ooit van de Heere gehouden. Maar de Heere heeft wel van ons gehouden, niet omdat hij iets in ons zag dat mooi was of aantrekkelijk of iets dat hij lief vond of het waard vond ons lief te hebben, heeft niets met ons te maken. Hij heeft van ons gehouden omdat hij van ons gehouden heeft. Omdat hij liefde is. En dus die liefde kunnen wij niet hebben tenzij Christus in ons woont. Dus Kevin en ik waren dus heel egoïstisch met elkaar bezig.
En mijn wereld is in elkaar gevallen. Ik heb toen echt, ben ik echt een hele donkere put ingevallen. Psychisch. Ik dacht echt dat ik gek werd. En ik begon ook rare dingen te doen. Ik begon mezelf open te krabben op mijn armen en op mijn borstkas. En ik sloeg mezelf op mijn kop. En ik had zo'n ongelofelijke pijn van binnen. Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. En Kevin die ziet dat aan en die zegt, oké, jij gaat of naar een psychisch ziekenhuis, of je gaat naar een counselor, een hulpverlenende. Toen zei ik, ik zal naar een hulpverlenende. Ik wil niet in een of ander gekkenhuis ingaan of zo. En toen ben ik in Duitsland, woonde nog in Duitsland, ben ik naar een psycholoog gegaan voor 6 maanden. Het bleek achteraf dat de man een christen was, maar omdat hij een militair was, mocht hij niet over godsdienst praten. Maar ik weet dat hij wel voor mij gebeden heeft. Achteraf weet ik ook dat mijn oma, die dus op 14-jarige leeftijd, mijn 14-jarige leeftijd, gestorven is, die heeft ook voor me gebeden. En ik weet dat mijn moeder voor mij gebeden heeft. Dus God begon te werken in mijn leven. En plotseling had ik allemaal vragen over God. En toen ben ik naar een van de christenen gegaan die ik kende, want we kenden iedereen. En ik had dus een hele slechte naam daar, want ik was de vrouw die ontrouw was geweest. Ik was de vrouw die haar man had gescheiden en met een andere man was getrouwd. Hoe durfde zij niet? Sommige mensen wilden niet eens met mij omgaan, omdat ik vies was. En zo voelde ik mij dus ook van binnen. Maar ik ben wel naar een van de christenen gegaan en ik wist van die vrouw dat ze het heel moeilijk had. Haar zus had net zelfmoord gepleegd. Ik kon me dat helemaal niet voorstellen hoe dat zou voelen. Maar zij zag er heel kalm en vredig uit en ik zei, helpt het jou om naar de kerk te gaan? En ze begon te lachen, want ze vond het een fijne vraag, want God had haar net 3 maanden daarvoor bekeerd. Dus zij begon over de Heer Jezus te vertellen en ik had allerlei vragen. Ze kwamen er echt allemaal uit mijn mond rollen. En toen zei ze, ik ga jou met iemand in verbinding brengen die je vragen kan beantwoorden. Want ik heb de antwoorden niet. Nou, dat is dus gebeurd. En uiteindelijk heb ik een traktaat gekregen. En die vrouw heeft ook eerst al mijn vragen beantwoord. En in dat traktaat stond dus waarom de Heer Jezus is gekomen. Om mijn zonde op zich te nemen. En voor mij het perfecte leven te leven in mijn plaats. Dat ik nooit kan, dat wij nooit kunnen. En hij heeft dus de straf voor mijn zonde op zich genomen. Nou, ik geloofde dat dus in mijn hoofd. En ik heb ook een of ander gebedje gebeden dat achterin stond. En mijn gedrag begon zich te veranderen. Ik ben niet met vloeken opgegroeid, helemaal niet. Maar ik in die 7 jaar, 5 jaar, tussen 20 en 25 heb ik veel gevloekt. En gewoon hele slechte woorden gebruikt. En dat ging het eerst weg van, oh, dat moet ik niet zeggen. En dus er was een verandering en ik was ook helemaal van gedachten veranderd. Ik had zo van, ja, dit is de waarheid en zo ga ik nou leven. Want ik kan niet zo blijven leven zoals ik eerst leefde. En toen heb ik het dus in mijn eigen kracht gedaan. Maar dat wist ik natuurlijk niet op dat moment. Dus met mijn mond was ik plotseling een christen. Ik ging ook. De Heer is genadig geweest en heeft ons in die tijd verhuisd naar Engeland. Dus in Engeland kwamen we aan als een stel dat gewoon getrouwd was. Niemand wist van mijn verleden. Ik was plotseling niet meer die vrouw met die slechte reputatie. Ik was gewoon een vrouw van een man en met een kind. En toen woonden we dus in Engeland. Maar mijn gedachtegang was veranderd, maar mijn hart was niet veranderd. En als je hart niet is veranderd, dan gaan omstandigheden op jou drukken. En wat er dan van binnen is, gaat er echt uitkomen. Net zoals je bijvoorbeeld een tube tandpasta hebt. Als je daarin gaat knijpen, wat komt er dan uit? Tandpasta, want dat zit erin. Als ik een glas melk in mijn hand heb en iemand botst tegen mij aan, dan waarom ligt er dan melk op de grond? En dan zou iemand zeggen, ja, iemand botst tegen jou aan. Nee, er ligt melk op de grond omdat er melk in het glas zat. Snap je het? Het is niet zo omdat, er ligt nu niet melk op de grond omdat iemand tegen mij aan botste. Nee, er ligt melk op de grond omdat er eerst melk in het glas zat. En de botsing heeft het eruit doen komen, maar het zat er al wel in. Dus al het lelijke dat van mij van binnen was, werd door situaties naar buiten gebracht. En ik voelde me dus nog steeds niet gelukkig. En ik had nog steeds verwachtingen van mijn man en die kon hij niet vervullen.
Dus ik was nog steeds heel venijnig met mijn woorden, moest altijd het laatste woord hebben, liep dwars over hem heen. Want hij was mij niet gelukkig aan het maken. Dus al dat lelijke van binnen, dat zwarte, kwam nog steeds naar buiten met mijn mond. Ik ging wel naar de kerk, ik vloekte niet, maar het was allemaal in mijn mond. Gewoon een hele venijnige mond had ik. Nou, toen is mijn man vanuit Engeland een maand naar Amerika gegaan. Die is ook Amerikaan. En die ging daar jagen. Dat is een hobby van hem. En hij heeft daar, is daar dus een maand geweest. En in die maand is de Heere naar mij toegekomen. In zijn barmhartigheid en in zijn genade. En hij heeft mij Elselin laten zien. En voor de eerste keer in mijn leven zag ik dat ik geen excuses had voor mijn gedrag. Zag ik voor de eerste keer dat ik een ongelooflijk zondig persoon was. Dat ik dwars over mijn man heen liep. Dat ik een mond had die vol vergif zat, zoals de schrift zegt. En dat ik daar geen controle over had. Ik was er verslaafd aan. Ik kon dat zelf niet oplossen, want ik probeerde dat natuurlijk wel. Ik probeerde me wel te beheersen en niet uit de slof te schieten en kwaad te worden en ongeduldig te zijn, maar ik kon dat gewoon niet. Maar de Heer heeft toen een werk gedaan van bij me in mijn hart en heeft me een nieuw hart gegeven en nieuwe verlangens. En mijn eerste nieuwe verlangen was, ik wil mij op een Bijbelse manier aan mijn man onderwerpen. Nou, daarvoor had ik zoiets van, ja vast, ik ben de baas en ik ga me echt niet aan een man onderwerpen. En onderwerping aan een man is iets heel moois als je weet wat het is. Het is een vrijwillig iets dat we doen. Gewoon omdat we ons schikken naar wat God besloten heeft. Omdat niet iedereen de leider kan zijn. En Christus zelf in zijn zoon zijn heeft zich ondergeschikt aan de Vader als God zijnde. En wij klagen over het ons en onderwerpen aan onze man. Als God dat besloten heeft, dan kunnen wij dat, maar dat is een vrijwillige daad. In ieder geval, dat was dus een verlangen dat ik van binnen had. En het tweede meteen daarop verlangen was, ik wil mijn moeder vergeven. Want ik was zo kwaad op haar, ik had zulke haatgevoelens van binnen. En toen zag ik dat ook en toen heb ik het bekend aan de Heer en die heeft het helemaal gelijk. Op één moment heeft hij dat eruit gehaald. En ik voelde liefde voor haar en genegenheid ook, dat ik daarvoor niet gehad had. En toen, toen kon ik niet wachten tot mijn man thuis kwam. Ik begon ook het woord van God te verslinden. Ik had zo'n honger en ik at het echt. En dat is ook, het woord van God is ons eten. Het is ons voedsel. Het is ons water. We kunnen niet zonder. Net zoals we ons normale eten niet overslaan voor weken, moeten we dit niet overslaan. Onze geest heeft dat nodig. Dat bouwt ons op, maakt ons sterk in de Heere. Ik wacht dus tot Kevin thuis komt. Ik haal hem af van het vliegveld en hij lacht niet. En ik geef hem een knuffel en ik mag net zo goed een stuk hout geknuffeld hebben, want dat kwam niets van terug. Er was dus iets aan de hand en ik wist niet wat het was. En onderweg naar huis, 2 uur rijden, hij zei geen woord. Het enige dat hij zei, ik voel me niet lekker. En toen zei toen kwamen we thuis en toen vroeg ik hem nogmaals, ik voel me niet lekker. En ik zeg, mag ik voor je bidden dat God je beter maakt? En voor die tijd had hij dus wel mij al over God horen praten, dus dat was niet iets nieuws voor hem. Maar hij zei van, nee, en ik zeg, ik moet je eigenlijk wat bekennen, zegt hij. Ik zeg, ik ben helemaal niet ziek, maar ik voel me misselijk omdat ik jou iets vertellen moet. En toen zei hij van, ik wil scheiden. Ik ben het zat, ik heb 2 jaar met jou geprobeerd, het is alleen maar ruzie, en ik ben klaar met jou, ik doe het niet meer. Nou, op dat moment heb ik letterlijk de aanwezigheid van de Heere gevoeld. Hij kwam als een warme kokon, zeg maar, om mij heen. En van binnen wist ik meteen dat de Heere zei, ik ben met je, wees niet bevreesd, ik ben met je. En ik ben, wat normaal mijn reactie geweest zou zijn op zoiets, vooral zoiets sterks, zou zijn dat ik mijn deuren ging slaan of ging schreeuwen of bekvechten. Maar de Heere beheerste mij en ik zonk op mijn knieën en ik zei, dat meen je toch niet? En toen zei hij, jawel. Nou, ik zei, ik kan me zo goed voorstellen waarom je dat zegt. Want ik ben een vreselijke vrouw en ik begon te bekennen aan hem wat ik geweest was en hoe ik geweest was. Ik heb hem om vergeving gevraagd. En hij zei, ja, ik vergeef je wel, maar I'm done. Ik doe het niet meer. Ik ben vastbesloten, ik heb er lang over nagedacht en dit is het.
Nou, ik kon hem er dus helemaal niet uitpraten. Maar gedurende de 2 maanden heeft de Heere mij zo versterkt in de Heilige Geest, dat het woord van God levend was. En hij liet mij ook zien, geloof werkt door de liefde. En ik moest dus ook in de schrift blijven en in de liefde blijven wandelen. Je kan alleen maar in de liefde wandelen door de Heer Jezus Christus en door constant in contact met hem te zijn. Dus ik was constant in het woord, constant in gebed, ook tegen hem praten. En dan ongeloof kwam dan wel naar boven of twijfel. En het wou me dan overnemen en dan liet de Heer mij weer zien. Ben ik niet veel groter dan 1 man die iets zegt met zijn mond? Denk je niet dat ik veel groter ben? Ja, Heer, u bent groter. En hij gaf me echt de genade en de barmhartigheid ook totaal kalm te blijven. En mijn man deed op dat moment, en daarvoor was hij wel een vrij aardig persoon, tenzij ik op zijn buttons ging drukken, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. Dat je precies iemand zo gaat pakken van, nou doe ik dit en nou weet ik dat je zo gaat reageren. Nou, dat deed hij met mij. Hij probeerde me echt uit te dagen. Zodat ik kwaad werd, zodat ik ongeduldig werd. Zodat ik ging met mijn mond weer ging schelden of wat dan ook. En hij zei de meest lelijke dingen tegen mij. Hij was gewoon een heel ander persoon. Zag er ook heel donker uit. Ik kon niet slapen. En hij leefde de raarste uren en verkwiste echt geld. Maar de Heer had mij zo onder zijn beheersing dat ik in die tijd helemaal nooit uit de slof geschoten ben. Ik ben dus door de genade van de Heer kalm gebleven. En Kevin heeft dat zo verwonderd dat begreep hij helemaal niet. En op een gegeven moment zei hij wel tegen mij van, die God van jou, ja, jij bent echt gek. En je bent in de ruimte, je bent in outer space, zegt hij. Je bent echt gek. En zodra jij van outer space naar beneden komt, dan zul je zien dat die God van jou echt niet jouw gebeden gaat antwoorden. Want ik heb besloten dat ik niet terug kan komen. Waarom ga je dat niet in je oren knopen? Nou, toen heb ik in die tijd ook nog uitgevonden en dat ging. Dat was echt de Heer die dat mij liet uitvinden en ook het moment en heeft me ook beschermd meteen daarin. Heb ik uitgevonden dat hij een relatie heeft gehad tijdens die maand in Amerika met zijn voormalige verloofde. En mijn eerste reactie daarop zou kunnen zijn van, oh, maar de Heer meteen nam mij over en liet mij daar niet over in paniek raken. En heeft mij toch liefde gegeven voor hem, ook vergeving. En ook mij herinneren aan het feit dat dat is wat ik deed. En als God mij daarvoor vergeven heeft, zoveel keer, dan moet ik natuurlijk ook mijn man daarvoor kunnen vergeven. En uiteindelijk door het gedrag dat hij zag in mij, dat echt aangaf dat God echt moest zijn, want zo'n vrouw kan echt niet veranderen tenzij er een God is, is hij teruggekomen naar mij. We hebben een kind samen mogen hebben als een antwoord op gebed. En we hebben dus 2 zoons samen. En mijn man die heeft toen 7 jaar geloofd als een gelovige, wat hij dacht een gelovige was. Maar hij is pas echt bekeerd 13 jaar later, 7 jaar geleden. En wandelt echt met de Heere en onze zonen wandelen ook met de Heere. De Heere is een machtige God die kan redden. Die kan schoonmaken van binnen en van buiten en een nieuwe schepping kan maken. En ik ben dus absoluut niet trots op mijn verleden. En ik zal het ook nooit meer vergeten, maar het is iets wat mij nederig houdt voor hem. En ik kan me herinneren wie ik ben in mijzelf. Want al het goede wat er in mijn leven zichtbaar is, is de Heer Jezus Christus. Maar ik kan ook weten dat daarin dat zijn liefde voor mij echt is. En dat zijn liefde voor ons is echt. En het leven dat Jezus geleefd heeft hij voor ons geleefd. Dat perfecte leven. En God kijkt ons naar ons in Christus alsof wij werkelijk nooit gezondigd hebben. En dat is ongelooflijk bijna. Dus hij is niet alleen voor onze zonden gestorven, maar hij heeft ook dat perfecte leven dat God vereist voor ons, in onze plaats geleefd. Daarom kunnen we zulke zekerheid hebben in de Heer. Ik wilde met jullie nu toch even iets samen delen, nu dat ik mijn getuigenis verteld heb.
De preek van vanmorgen, ik hoop dat het jullie inderdaad ook heel erg bemoedigd heeft van broeder Paul, dat Christus echt alles is. En wanneer hij alles is, dan gaat alles op een betere en juiste manier. Ik denk dat wij vaak naar het leven kijken als christenen. Stel je voor dat het een taart is, iets ronds. Een grafiek, een ronde grafiek, een cirkel. En dan er zijn er partjes. En dan neemt God of Christus, die neemt dan een bepaald partje in. Misschien zelfs het grootste in je leven. Maar dan heb je ook nog andere partjes. Maar God is de hele cirkel. God is alles. Christus is alles. En als hij alles is, dan schijnt als het ware zijn karakter en zijn liefde naar buiten toe, naar alle gedeelten in mijn leven die ik leven moet. Zoals het echtgenoten zijn, moeder zijn, zuster in de gemeente zijn. Maar als ik mij op Christus focus, dan is het zijn leven in mij. Dan is het compleet hem. Dus ik hoop dat jullie die boodschap van broeder Paul ook echt ter harte nemen. Christus is alles. Wanneer hij alles is, dan is ons leven als een zonneschijn. Het cirkeltje met de uitschijning van Christus naar buiten. En Christus is ook inderdaad nummer 1, zoals hij zei. En nummer 2. En Christus is nummer 3. En Christus is nummer 4. En Christus is nummer 5. En Christus is nummer 100. En nummer 1000. En als hij al die nummers is, als hij werkelijk alles is in ons leven, dan gaan wij, omdat wij zo met hem ingenomen zijn en zo zijn lieflijkheid zien, dan gaat zijn karakter door ons werken, door de Heilige Geest. Dezelfde Geest die in de Heere Jezus Christus was, is in ons. En wij zullen dan de juiste dingen gaan doen. Wij zullen in de Geest gaan wandelen. En dat gaan we niet perfect doen, dat zeg ik niet. Maar we hebben wel een advocaat die zegt: Vader, ik heb het perfect voor hen geleefd. Ik heb het perfect voor hen gedaan. En ik heb de straf die zij verdienen, heb ik op mij genomen. En daarom kunnen zij ook in uw heiligheid staan. Schoongemaakt door het bloed van Christus, maar ook gerechtvaardigd door dat bloed. Zodat wij volledig en vol vertrouwen voor de Heere mogen staan. Als wij gezondigd hebben en we zondigen, elke dag. Christenen zijn geen perfecte mensen. Christenen zijn mensen die vergeven zijn door een perfecte Christus. Door het perfecte bloed van Christus. En gerechtvaardigd zijn door hem. Dus je focus moet Christus zijn. Hij is alles. Als je, zoals broeder Paul zei vanmorgen, gaat focussen op een bepaald iets, dan ga je afgeleid worden. Dan wordt dat jouw doel. Maar Christus is ons doel. Paulus zegt in Filippenzen dat Christus het doel is waar hij achteraan jaagt. Er is één ding. Het kennen van Christus. Zijn uitmuntendheid. Dat is het enige. Maar dat is het wel waar je dus alles aan overgeeft. En dat leer je meer en meer en meer. Want we hebben een Vader die geduldig is. En die ons door zijn Heilige Geest leert hoe te wandelen in de Geest. En wij hoeven ons niet schuldig te voelen. En we kunnen er zeker van zijn dat hij in ons werkt, zodat wij dat uit kunnen werken. Maar het is allemaal zijn genade. En als wij weten dat het inderdaad allemaal zijn genade is, dan hoe kunnen wij ooit onszelf roemen als we het goed doen? Misschien hebben we wel momenten of dagen dat we denken, niet of dat echt hardop denken, zeg maar. Maar toch iets van binnen dat denkt, oh, nou, ik voel me wel prettig over hoe fijn het gegaan is vandaag met mij. Maar dan begint er al heel gauw een beetje trots zo naar voren te komen. Maar het is de Heere. Het is de genade van de Heere. En ook dan als we het slecht doen, dan hoeven we ook niet wanhopig te worden. Want we weten, het is alleen maar door de genade van de Heere dat ik dat kan. En die genade is altijd aanwezig voor ons. Dus zoek hem, zoek de vervulling van de Heilige Geest. Vraag daarnaar. Elke dag. Heere, ik wil vandaag in uw geest wandelen. Ik wil vandaag met Christus wandelen. Ik wil vandaag in Christus blijven.
als een rank in de wijnstok. Net zoals broeder Paul zei. Die ranken die lopen niet zelf rond en dan af en toe gaan ze even tanken. Dat doen wij wel. Wij tanken dan 's morgens of in stille tijd, zoals we dat noemen. Maar de stille tijd is om ons in de juiste gedachten te krijgen. Maar dan gedurende de dag blijven we constant bij hem. Hij is degene die ons beheersen moet. Wij hebben de neiging onszelf te willen beheersen. Maar hij geeft ons de leiding. En dat is wandelen met Jezus. Dat is blijven met Jezus. Dat is onze ogen op hem houden, omdat hij zo lieflijk is. Omdat hij, en hoe meer we hem dan kennen, hoe meer we dan van hem willen gaan houden. En hoe meer we van hem houden, hoe meer tijd we met hem willen doorbrengen. En zo groeien wij. Door de genade, van genade op genade, van geloof tot geloof, groeien wij meer en meer naar het beeld van Christus. En dat wij dan naar het beeld van Christus veranderen, is niet iets wat wij zelf dan zien. Dat is iets wat anderen zien. Want als wij echt naar het beeld van Christus gaan veranderen, dan zullen wij juist meer en meer zien hoe ongelooflijk zondig wij zijn. En hoe vaak wij zo heel stiekemjes trots zijn. En zelfzuchtig. En egoïstisch. En ja, het gaat altijd om mij. Kijk maar naar het verkeer. Jij hebt haast, wil ergens naartoe. En je wordt boos op dat persoon dat te langzaam rijdt. Want ik ben toch de eigenaar van de weg. En iedereen moet uit de weg gaan als ik eraan kom. Dat zeggen we dan niet, maar zo doen we dan. En zo doen we in ons eigen huishouden. Als iemand iets doet dat ons niet pikeert, dan gaan we voor onszelf opkomen. En de Heere leert ons door zijn geest op zijn manier te reageren. Christus kwam als dienaar. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Christus, de Zoon van God, God zelf, heeft zich ten eerste totaal vernederd door een mens te worden. Want God is niet iemand die een mens is, maar dan 10.000 keer zo groot of 10.000 keer zo machtig. God is God. Hij staat in een totaal andere categorie dan wij. Hij is geen mens, maar God is mens geworden in Christus. En hij heeft zich dus zo vernederd voor ons. En er staat dat hij een dienaar geworden is. Hij kwam niet om te dienen, zei hij, maar om gediend te worden, maar hij kwam om te dienen. En toen heeft hij zich nog meer vernederd, omdat hij al onze zonden op zich genomen heeft, die hij niet begaan heeft. Hij die nog nooit zonde gekend heeft, heeft zich zo vernederd dat hij onze zonde op zich nam en daar ook de toorn van God over zich heen heeft gekomen en is gestorven aan het kruis voor onze zonde. Wat een enorme vernedering. Maar hij is niet in dat graf gebleven. Hij is opgestaan en opgevaren in de hemel. En zijn naam is de naam boven alle naam. En dat is de Christus die in ons woont door zijn Heilige Geest. Naar zijn stem moeten wij luisteren. Niet naar de stem van de wereld. Niet naar de stem van het vlees. Niet voor onszelf opkomen. Heere, u hebt zich zo vernederd. En ik zit zo over mezelf in, omdat iemand niet herkent dat ik iets gedaan heb, of omdat iemand mij expres of per ongeluk negeert, of omdat iemand mij vergeten is, of niet iets voor mij gedaan heeft dat ik gewild zou hebben. Hij heeft zich vernederd. En door over dat soort dingen te denken, Psalm 1 praat daarover, om de dingen van het woord van God voor onze ogen te houden en erover na te denken. Over dat soort dingen moeten wij nadenken. En zo leren wij hem meer en meer kennen en wie hij is en wat hij heeft gedaan. En hoe hij in ons werkt. En zo veranderen wij meer en meer naar het beeld van Christus. Nou, ik wil met jullie naar Romeinen 12 gaan. De Romeinenbrief spreekt in de eerste 11 hoofdstukken over het evangelie van Christus. Het laat zien dat wij als de mens dus zondig zijn. Het laat zien dat als wij als mens geen excuus hebben te zeggen dat we God niet kennen, omdat God zich bekend maakt door de natuur, door de sterren, maar ook in ons hart, door ons geweten. Het laat ons zien dat wij in onszelf ons niet rechtvaardigen kunnen.
Dat we allemaal totaal zondig zijn, maar dat we door het geloof gerechtvaardigd kunnen worden. Door te geloven in wat Christus voor ons heeft gedaan en dat zijn werk af is. En dat wij door de geest dan in de geest mogen wandelen. In het aangezicht van de Heere. En nu staat er in hoofdstuk 12 hoe we dat moeten doen. En ik heb dit hoofdstuk gekozen onder de... Ja, dat had God op mijn hart gelegd. Omdat hier ook iets over de gaven staat. En broeder Paul sprak vanmorgen over gaven. Of misschien was het gisteravond. Dat het belangrijk is dat wij weten wat voor genadige gaven wij gekregen hebben van de Heere. Niet per se dat we per se een naam aan moeten hebben. Maar wel dat we weten dat waar de Heere ons toe geroepen heeft. De dingen, de neiging die hij ons geeft. En de geestelijke kracht en genade om elkaar te helpen. En die gaven, die staan dus in dit hoofdstuk. Ik ga het even het hele hoofdstuk lezen. Hoofdstuk 12, Romeinen. En dan gaan we er verder op in. En dan komen we ook dus op hoe wij als vrouw binnen het lichaam van Christus, binnen de gemeente, binnen de kerk kunnen functioneren. En ik denk dat we daar misschien een beetje een ander idee over hebben dan wat ik misschien ga zeggen. Maar ik denk wel dat het bemoedigend zal zijn. Oké, Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dat betekent denken, de vernieuwing van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken over zichzelf dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder toebedeelt. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat betekent oprecht. Zonder masker. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor het zover van het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 3, laat ons zien dat wij, en het is interessant hoe dat in elkaar zit, het laat ons zien hoe wij ons aan God geven. We worden opgeroepen door de ontfermingen van God onze lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Dat is niet iets wat je één keer doet. Dat is iets wat je elke dag doet. En
wat ermee wordt bedoeld, uw lichaam betekent ons hele persoon. Maar ook inclusief ons lichaam. Dus onze gedachten, de dingen waar we over nadenken, moeten we constant aan God overgeven. Dat betekent dus dat we constant in contact met God moeten blijven, zodat onze gedachten juist zijn. We moeten bewust zijn waar wij over nadenken. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt Korinthe. Ik weet niet of, ik denk dat het een van de Korinthebrieven zegt dat. De tempel van de Heilige Geest, tempel waar God woont. Wij moeten ons daar dagelijks van bewust zijn dat wat ik met mijn lichaam doe, wat dat dan ook is, doet God met mij, want God woont in mij door zijn Heilige Geest. Omdat hij mij zijn kind gemaakt heeft en zijn geest, door zijn geest heeft hij mij doen herboren. En die geest die woont in mij en die doet met alles mee. Wij moeten dus eerbaar zijn met onze lichamen. En dus ook met de manier van spreken, ik had het net over gedachten. Maar ook onze woorden zijn erg belangrijk. En vooral als wij dienaren zijn, wij zijn vrouwen die ons gaan inzetten in de gemeente en die al actief zijn binnen de gemeente. We kunnen niet een bijbelstudie gaan lesgeven op één manier en dan thuis een heel ander persoon zijn. Waar een persoon van wie de mond niet onder controle is van de Heilige Geest. En nogmaals, dat is nooit perfect, want wij zijn niet perfect. Maar Christus is perfect en God werkt in ons zodat wij het willen en ook zodat wij het doen. Filippenzen 2:13. We willen het, maar we kunnen het ook doen door zijn genade. Dus onze mond, maar ook de manier waarop wij ons kleden. Als wij ons kleden om aandacht te trekken. Ik bedoel, ik was vroeger zo onzeker. Ik kleedde mij op een bepaalde manier, zodat ik inderdaad aandacht trok met mijn kleding. Want ik wilde knap geworden werden. Zo kan ik niet leven. Ik kan niet leven op het, nou, ik hoop dat ik er knap uitzie vandaag. Of aantrekkelijk. Of sexy, mag ik dat zeggen. Dat zijn helemaal geen woorden die bij ons horen. En we kunnen dus ook niet zomaar met de mode meelopen. Want de mode van de wereld is niet heilig. Het is niet iets wat God eer aandoet. In Nederland die staat voorop hierin. In Amerika is het ook behoorlijk erg. Maar in Nederland, het is geen schaamte meer. En we hoeven ons ook niet te schamen voor ons lichaam, dat zeg ik niet. Maar het is niet iets dat ontbloot moet worden. Of laten zien moet worden. We zijn heilig. We moeten dus beheerst zijn in hoe wij ons kleden, spreken en hoe wij denken. Heilig. Heilig betekent niet iets raars of godsdienstig. Heilig betekent wij zijn door God gekocht. Door het bloed van Christus en hij heeft ons apart gezet voor zichzelf. En wij zijn nu een gereedschap als het ware in zijn hand door wie hij wil werken. En wij moeten daaraan meewerken en de Heere werkt dat in ons. En dan staat er vers 2, word niet aan deze wereld geleid voor me, net zoals ik dat zei, maar word innerlijk veranderd. En de innerlijke verandering komt eerst. Eerst gaat je denken daarin veranderen. En dan komt het gedrag anders naar buiten. Ik kleed mij heel anders nu tegenwoordig. Ik ben een vrouw die sinds 7 jaar constant rokken draagt. En dat is niet iets dat ik vind dat een christelijke vrouw moet doen. Of dat ik voel dat dat moet. Ik wil dat. En dat is gewoon iets dat de Heer in mij overtuigd heeft. Van overtuigd heeft. Omdat ik zo, vooral in mijn vroegere jaren, zo geobsedeerd was met hoe ik eruit zag en wat mannen misschien van mij zouden vinden en ook opmerkingen kreeg. Ik wil daar niet meer over nadenken. Dus als ik gewoon een wijde rok aan heb, dan hoef ik er ook niet over na te denken. En ik voel me er nog vrouwelijker in van ook. Ik ben namelijk een vrouw. Wij zijn vrouwen. Mogen we toch best als vrouwen uitzien dan ook? En ik voelde me meer van bewust dat ik dan inderdaad ook een vrouw ben die aan God toebehoort. Ik zeg dus niet dat iedereen dat moet doen. Dat was voor mij de reden. Maar dat was dus, de Heere moest dat voor mij gebruiken, want hij kende mijn zwakheden. En hij heeft mij daar dus van overtuigd, vanwege mijn eigen zwakheid.
En wij worden dus innerlijk veranderd door de vernieuwing van ons denken, gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, behagelijke en de volmaakte wil van God is. Hoe kunnen wij weten wat God nou inderdaad van ons verlangt, wat alles betreft? Wat ons gezin betreft, wat relaties betreft, vriendschappen, waar we naartoe gaan, wat we op tv kijken, wat we lezen. Alles. Keuzes die we maken. Nou, we moeten innerlijk veranderd worden. Maar hoe worden we innerlijk veranderd? Door het woord van God. Dus het is absoluut nodig, een noodzaak, dat we in het woord van God zijn. Want God werkt door zijn woord en hij spreekt door zijn woord naar ons toe. En zo maakt hij ons bruikbare gereedschappen die voor zijn eer zijn. Dus het woord van God is enorm, kunnen we niet eens vertellen hoe belangrijk dat is. En dan 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik onder u, ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Ook hier geven wij ons weer over aan God, als ons, in ons lichaam, in ons denken en nu in hoe wij over onszelf denken. Van nature uit hoeven wij niet ons best te doen zelf. Zuchtig te zijn. Dat komt automatisch. En God zegt juist dat we dat niet moeten zijn. Maar dat we bescheiden over onszelf moeten denken. Ons doel als christen en als werker voor de Heere is dus ook niet om een of andere belangrijke geloofsbedieningrol te verkrijgen. Het moet ons uiteindelijk absoluut niets uitmaken. Of wij bijvoorbeeld hier staan en tegen 50, 60, weet ik niet hoeveel vrouwen praten. Of voor een kindje in een crèche, of in de crèche in de kerk, ik weet niet hoe je dat noemt, in een aparte kamer voor iemands baby te zorgen, zodat zij naar de preek kan luisteren. En de luier van dat kindje te veranderen. Wij denken zo vaak dat bepaalde rollen binnen de gemeente belangrijk zijn. En we willen naar die belangrijke rollen. Nee, het belangrijkste is Christus gelijkvormig worden. Hem kennen. Dat ene ding. En dan gewoon gewillig zijn wat hij in ons pad legt te doen. Waarom willen we vaak die belangrijke rollen? Zodat we belangrijk lijken. Zodat anderen denken, goh, zij is toch wel behoorlijk geestelijk dan. En als we dan iets minder opvallends doen, dan voelen we ons minder geestelijk. Maar de geestelijkste mensen zijn mensen die dicht bij de Heer Jezus leven. En Jezus, die zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden. En als jij lof en eer van mensen vraagt, of verlangt stiekem van binnen, dan wil je gediend worden. En ik praat uit ervaring, overigens. Dus alles wat ik vertel is allemaal ervaring. Ik heb dit zelf ook gedaan. God heeft mij in het begin laten zien dat mijn gaven meer in spreken zijn. Nou, ik had dus een vrouw gehoord en die sprak tegen zalen vol. Ik bedoel, dit is een kleine zaal vergeleken bij de zalen tegen wie vol met mensen, vrouwen waar zij tegen sprak. En ik had zoiets van, nou, dat wil ik ook. En ik had wel aan de ene kant een eerbare reden daarvoor. Ik wilde het woord van God vertolken en ik wilde anderen helpen in de Heere. Maar daar heel erg aan vast zat dat dan wel heel erg geestelijk en godvruchtig leek. En dat kan niet. Ik moet niet bepalen wat ik voor de Heere ga doen. Wij zijn zijn werk. Maaksel? Hij maakt ons. Hij bepaalt dus waar hij ons in de kerk zet en in welke rol. En daar kunnen we dan in totale vrede en overgave in wandelen. En vergeet wat anderen van jou denken. En alle roem die mensen die zoals ik nu vooraan staan, dat is alleen maar iets gevaarlijks. Want ik zou hiermee naar huis kunnen gaan en denken dat ik wel een belangrijk persoon ben, omdat ik tegen een groep vrouwen heb staan praten.
Dat is toch het gevaar dan? Maar wij moeten gewoon blij zijn met waar de Heere ons heeft. En hij zal ons dat laten zien. En er staat ook in 1 Korinthe dat de Heilige Geest gaven geeft naar zijn wil. Niet naar wat wij willen, maar wat hij wil. Waar hij dat nodig vindt. Want hij weet precies wat iedereen nodig vindt. Heeft, sorry. En dan lezen we dus in vers 4 tot en met 8 dat we een gedeelte van het lichaam zijn van de Heere. Dus alle gaven die wij hebben, die hebben altijd met andere mensen te maken. De gaven die wij gekregen hebben in de Heere, in wat voor positie hij ons ook gezegd heeft, zijn altijd naar anderen toe. Die zijn niet voor onszelf. En ik denk dat we daar zelfs soms trots over zijn. Sommige mensen dienen op de achtergrond en die denken dan op een wat verdraaide, trotse manier over dat in de achtergrond zijn. We moeten echt oppassen voor de trots, want die zit overal. Ik heb een wijze man eens horen zeggen die zei van: de vraag is niet, heb jij trots of hoogmoed? De vraag is, waar is jouw trots of hoogmoed? En dat is een vraag waar je gewoon mee naar de Heere kan. Want guess what? De Heere weet al precies waar jouw trots is. Maar hij wil het aan ons ontdekken, zodat wij het naar hem kunnen brengen. Zodat hij ons weer vernieuwen kan. Zodat hij die plaats in kan nemen die alleen hem toebehoort. Want wij zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn schepping. En hij werkt door ons. Wij zijn werktuigen voor hem die hij gebruiken wil, zodat hij zichzelf bekend kan maken aan een wereld die verloren gaat en het niet eens weet. Dus bescheiden zijn en weten dat we een gedeelte van een lichaam zijn. En net zoals in het natuurlijke lichaam, dat staat hier ook, niet alle leden dezelfde rol hebben. Of, nou denk ik weer aan een ander hoofdstuk, maar we hebben niet allemaal dezelfde rol. Maar er wordt ook verteld, het oog moet niet tegen de voet zeggen, en ik heb misschien een paar lichaamsdelen omgedraaid. Het hoofd moet niet niet tegen de voet zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar allemaal nodig. Allemaal samen vormen wij het lichaam van God. Alle christenen, waar dan ook op deze wereld, vormen het lichaam van Christus. En hij woont ook in ons individueel. Maar we hebben elkaar dus nodig. En die gaven zijn dus voor elkaar, om elkaar te helpen. Om elkaar te helpen naar Christus te leven. En hem steeds voor ogen te houden. En hem te geloven. En van hem te mogen getuigen met ons leven. En met ons huwelijk. Dus iedereen heeft die gaven. En dan worden uitgelegd verschillende, en dit zijn niet de enige gaven, er zijn allerlei andere hoofdstukken, maar profetie, dienstbetoon of dienen, onderwijzen, bemoedigen, uitdelen. Uitdelen in het Engels is giving. Dat is dus geven. Ik zie daar wel een connectie in dan. En mijn man bijvoorbeeld, die heeft echt heel duidelijk deze gaven, genadegaven. En dat is niet een gave die noodzakelijk moet uitkomen in het geven van geld of zo. Voor hem is het meer een geven van zichzelf. En dat zie ik in alles. In de tijd die hij aan mensen geeft. Hij heeft gelijk door als er een nood is. Vooral praktische nood. Of als iemand hulp nodig heeft dat hij zelf niet kan geven. Dat misschien meer psychisch geestelijk is. Dan gaat hij zoeken voor iemand. En hij besteedt veel tijd aan andere mensen. Hij heeft mij ook geleerd door die gaven veel meer dat ook te zien zelf. We kunnen ook allemaal in de genadegaven groeien. Dus niet zo van, nou ja, ik heb een ik onderwijs, dus ik dien niet. Nee, we groeien allemaal in die gaven. We hebben wel hoofdgaven dan, maar we willen er allemaal in groeien, want Christus is het perfecte en het gecombineerde, zeg maar, van al die gaven samen. Hij is alles. En als we allemaal naar het beeld van Christus gaan gelijkvormig worden en steeds naar hem toe groeien, dan gaan we ook groeien in die gaven. Dat uitdelen, dat was helemaal niet iets waar ik sterk in was. Helemaal niet. En in ontferming. Ik was een waarheidsspreekster.
De ontferming, ik was heel zwart-wit en ik ben nog wel zwart-wit. En de waarheid komt er nog steeds meer uit, nog steeds wel uit, maar het moet allemaal veel zachter. Het moet veel liever. Het moet niet met het doel van ik moet hen de waarheid vertellen of wie dan ook. Nee, ik wil hen Christus laten zien met de waarheid. Dus dat zijn allemaal dingen waar we in kunnen leren. Waar we ook geduld met elkaar kunnen hebben, omdat we dus heel duidelijk niemand van ons daar perfect in is. Of zelfs dichtbij perfectie komt. En we daarin elkaar in lief hebben. En elkaar dienen. Jezus zei, of Johannes zei, Johannes de Doper die zei, de Heere moet meer worden. En ik moet minder worden. Ik weet niet of ik dat juist vertaal, maar dat is de vertaling uit het Engels. En dat is dus, dat moet ons doel zijn als discipelen van de Heer Jezus. Dat wij minder worden. Wij moeten minder zichtbaar worden in ons leven. En Christus moet meer zichtbaar worden in ons leven. En dat doen we door elkaar te dienen. En ik had echt jaren zoiets van, ook al doe ik, ik wilde dan wel iets doen als anderen niet zagen, maar dan vond ik het wel heel erg leuk als ik dan stiekem zo door de mand viel. En dan mensen hadden dan toch gezien wat ik gedaan had. Want er was toch iets in mij dat die eer wilde hebben. En ik denk dat ik echt niet de enige ben. Dat zou ik heel raar vinden. Maar we hoeven dan ook niet zo schuldig over te gaan voelen. Dat we dan, ja, oké. Nee, daar is het kruis dan weer. Het bloed van Christus, dat wast ons constant. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij zegt constant, maar ik heb het voor hen gedaan, Vader. Ik heb het perfect voor hen gedaan. En mijn bloed heeft hen vergeven. Dus we zijn nog steeds goed met God, recht met God. En we moeten die trots laten varen. We moeten er echt bewust van zijn dat trots altijd naar voren wil komen. Altijd. En hoe meer je groeit in de Heere, hoe subtieler die trots gaat worden. Heel stiekem zo. En ik heb weer een ander, ik denk dat het John MacArthur was, die zei, hoe meer wij groeien in de gelijkvormigheid naar Christus, het is niet hoe minder wij zondigen, maar hoe meer wij er bewust van zijn, hoe zondig wij zijn. Want wij zijn enorme zondaars, ongelofelijke zondaars. Jij denkt je een erge zondaar bent? Je bent nog veel zondiger dan jij je kunt voorstellen. Ik ben nog veel zondiger. Ik ben nog tot veel meer in staat dan ik mij kan voorstellen. Maar Christus is onze perfectie. Christus is onze gerechtigheid. De mantel van de gerechtigheid van Christus is op ons gelegd. En hij heeft de mantel van de vreselijke zondigheid van ons op zich genomen. En heeft daarvoor de straf van ontvangen. Hoor je steeds weer het evangelie. Maar dat zei broeder Paul ook vanmorgen. We moeten constant het evangelie horen. Want anders gaan we in trots wandelen of in wanhoop. Van ik haal het, ik kan dat nooit. Nee, dat kan je ook inderdaad niet. Of vrij goed vandaag. Nee, het is altijd Christus. Dus elke keer weer, elke dag weer, het evangelie van Christus. Christus is voor mij gestorven en Christus heeft voor mij geleefd. Alles is hem. Bemoedigen, uitdelen, leiding geven, ontfermen met blijmoedigheid. Dat is ook zo'n mooi woord, blijmoedigheid. Dat is ook zo'n woord dat, waar we goed over na mogen denken. En God vragen van, hoe heb ik dat? Heb ik blijmoedigheid in mijn hart? En blijmoedigheid komt van het feit dat je kunt rusten in wat Christus heeft gedaan. Dat je het zelf niet meer hoeft, maar dat hij door zijn geest door jou heen werkt. Dat jij de eer hebt dat jij zomaar een instrument mag zijn in de handen van God, door wie hij werkt om zijn liefde te tonen aan de mensen om jou heen. Wat een eer dat is. Daar word je toch blijmoedig van? En dan wil je gewoon doen wat hij wil. Dan geeft hij de opdracht en dan zeg je, ja, Heere, absoluut.
Help mij, Heere, want ik kan het niet zonder u. Vul mij met uw geest, want het is alleen in uw kracht dat ik dit kan doen. Bewaar me van de boze en van mijn eigen arglistigheid en mijn eigen trots. Maar als ik dan zondig, dan bent u gerechtig en trouw mij te vergeven als ik mijn zonde toegeef aan u en ook zeg van ja, dat was zondig. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat is ook weer zoiets. Het is niet alleen liefde, maar de ongeveinsde liefde. Dus niet namaak. Het is niet zo van ik ben lief tegen jou, maar ik meen het eigenlijk niet. En dat kan dan alleen maar door weer in totaal contact te zijn met de Heere. En ik hoop, ik ga dus eigenlijk niet precies aan jullie vertellen wat voor rollen jullie zouden kunnen vullen binnen de gemeente. Want er zijn zoveel verschillende dingen die we kunnen doen als vrouw. En er zijn er voor de hand liggende, maar er zijn ook andere. En God gaat het allemaal apart werken in iedereens leven. Maar uiteindelijk is het niet eens precies wat je doet. Het is hoe je het doet en met welke geest je het doet. En daarom zijn we hierop in aan het gaan. Of je naar een ander land zou gaan als een zendeling, of dat je een echtgenote bent met een kind thuis. Een moeder, een echtgenote. Dat je al die dingen, al die taken in de Heere doet en in zijn kracht. Met liefde en blijmoedigheid. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Ik denk dat wij gauw het kwade in anderen zien. En we hebben daar een afkeer van. En dan worden we beledigd of we zijn gepikeerd of denken van nou zeg, moet je nou zo handelen als een christen? Als een christen? Maar kijk, draai dat om. Heb een afkeer van het kwade dat jij doet. Dat jij de neiging hebt te doen. Draai het altijd weer om. En hou vast aan het goede. En dan draai dat weer om naar Het is beter het goede in de ander te zien, dat de Heer in die ander gewerkt heeft, dan op het kwade te focussen. Want alles wat wij doen dat goed is, alles wat wij denken dat goed is, al het goede dat voortkomt uit ons, is de genade. 1 Korinthe 4:7 zegt, wat heb jij dat je niet gekregen, dat je niet ontvangen hebt van de Heere? En een beetje vrije vertaling, waarom doe je dan alsof je het niet ontvangen hebt? Waarom doe je daar trots over? Dus als we inderdaad wat goeds doen in de Heere of zelfs een in de geest mogen wandelen, en dan gaan we daar trots over doen, dat zijn tegenovergestelde dingen, dat kan niet. Want zodra je dan er trots over bent, dan wandel je al niet meer in de geest. Heb afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. Dat is ook zo'n mooi woord, dat is echt een Nederlands woord. Hartelijk. Daar krijg je gewoon een gevoel bij. Heb elkaar hartelijk lief. Met je hele hart. Met van jezelf geven. Heb geduld voor elkaar. Wees vurig van geest. Voor de Heere. Vurig. Mooi beschrijvend woord. Warm. Alles opetende als het ware. Vuur verslindt alles. En de liefde voor de Heere moet alles verslinden bij ons van binnen. Dien de Heere. En dat is uiteindelijk ons doel. Dat is uiteindelijk ons hele leven. Alles wat we hier doen is het dienen van de Heere. Verblijd u in de hoop. De hoop in wie wij zijn in Christus. Aan wie wij toebehoren. Wij zijn koningsdochters. Weer zoiets waar we over na moeten denken. Dochters van de Almachtige Koning der Aarde. Wat een hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Vol hart in het gebed. Vanmorgen zei broeder Paul dat hij een preacher, prediker was en een bidder was. En dat is iets waar ik mij echt ook toegeroepen voel, het bidden. En mensen hebben geen idee soms, die denken, zelfs al denk je niets te kunnen doen buitenshuis, je kunt altijd voor mensen bidden. Dat is ook iets waar we allemaal in moeten groeien. En dat leren we ook door het woord van God, want hoe meer het woord van God in ons is,
hoe meer de woorden van God onze mond uit kunnen komen in het gebed voor anderen. Maar bidden voor anderen heeft ook te maken met je ogen open houden voor de noden van mensen om je heen. Normaal, de mens van nature is heel zelfgericht in zijn eigen wereldje. Er is een uitdrukking in het Engels, us for and no more. Dus je hebt een gezin van 4 mensen en daar draait het dan om. Nee, we leven in het lichaam van Christus. Wij zijn zusters van elkaar. Jullie hebben mij nog nooit gezien, ik heb jullie nog nooit gezien. Maar we zijn wel zusters van elkaar. En we mogen ook echt van elkaar houden in de Heer Jezus Christus. En ik moet mijn leven kunnen geven om jou te dienen in de Heer Jezus Christus. En dat met ongeveinsde liefde doen. En voor jullie bidden. En ook als iemand dan zegt, kun je voor mij bidden? En je zegt, ja, ik zal voor je bidden. Bid dan ook echt. En als je denkt dat je het vergeet, doe het dan gelijk. Want je moet niet één ding zeggen en dan iets anders doen. Maar dat is een enorme geloofsbediening, zeg maar. Manier van geloofsbediening is wat jullie voorbeden noemen. Intercessory prayer in het Engels. Wees deelnoot in de noden van de heiligen. Moet je weer je ogen van open hebben. De heiligen zijn dus onze broeders en zusters in Christus. Als je altijd in je eigen wereldje leeft, hoe kan je zien hoe je iemand anders kan helpen? En soms is het misschien op het kind van iemand passen. Of even naar de winkel gaan voor iemand waarvan je weet dat ze zieke kinderen thuis heeft of zo. Of iemand opzoeken die alleen is. Of even iemand bellen of even iemand een kaart sturen. Vaak zijn het zulke kleine dingen waar we niet aan denken, waarvan we denken dat het helemaal niet belangrijk is. Ik kreeg voor de preek een briefje van iemand. Daar stond een aanmoedigend vers op. En zij wist niet waar ik problemen mee had. Ik voelde me vanmiddag helemaal niet lekker. Ik voelde me zwak en misselijk. En een van de versen die erbij stond, dat ging over dat mijn kracht in de Here was. Nou, dat is een hele aanmoediging. We hebben dus helemaal geen idee van wat voor dat soort dingen ons kunnen bemoedigen. We moeten daar ook voor zijn. We moeten gewoon willende zijn. Dat we dat kunnen doen voor anderen. En de gastvrijheid. Dat is ook zoiets moois. Je huis, je opent namelijk niet alleen je huis. Je opent je hart naar mensen. Gastvrijheid is iets wat ik echt heb moeten leren. Ik was zo zelfbewust voor jaren dat ik dacht van als iemand bij mij thuis... Ik wilde niet eens bezoek hebben, want ik dacht, die mensen die gaan zich vervelen in mijn huis. Waarom ik dat dacht, weet ik niet, maar ik had dat gewoon het idee. Mensen komen bij mij thuis, die denken dat het saai is of stom, of ik moet ze bezighouden. Ik heb dat gevoel niet dat ik naar andere iemands huis ga. Maar dat had ik, dus ik was heel zelfgericht bezig. Nou, door verschillende omstandigheden is dat dus iets meer waar wij steeds meer aan gewend raakten. En nou is het iets van, het is gewoon een gewoonte. Ik sprak een vrouw gisteren die zei dat ik denk dat dat mijn gave is. En dat is dus niet alleen een gave van je huis openen. Je opent je hart, je geeft je leven aan mensen. En je hoeft niet iedereen bezig te houden. Het is gewoon, je bent hier welkom. Pardon, moet ik afronden? 10 minuten. Ik ben in de landing. Leg u toe op de gastvrijheid. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Nou, hoe kun je je verblijden met hen die blij zijn als je niet weet dat ze blij zijn? Contact. Je moet echt bewust contact maken en hebben met mensen. In het lichaam van Christus wonen we niet op onszelf. We leven niet op onszelf. We zijn van hem en van elkaar. We hebben elkaar nodig. Ook met het huilen. Mensen die verdriet hebben, die zijn vaak alleen daarin in het begin, tenzij ze dat aangeven. Maar als je dat niet weet, of als je er niet oog voor hebt,
Dan hoe kun je met hun huilen? Want er staat wel, huil met hen die huilen. En ik denk dat wij ook vaak de neiging hebben op zondag naar de kerk te gaan of bijeenkomst te komen op woensdag of wat voor dag jullie dat dan ook doen. En dan gaat het heel vaak van om ervaring. Wat kan ik hier krijgen vandaag? Ik heb iets nodig. En dan zijn we gekwetst of beledigd als dat dan niet gebeurt. Maar toch hebben we die verwachting van mensen. Kunnen we dat niet eens omdraaien? Kunnen wij niet gewoon onze verwachting in de Heere hebben? En onze verzadiging in Hem alleen vinden? En onze dorstlessen in Hem alleen? Want Hij alleen kan dat. En dan zijn wij vol met Hem en dan gaan wij naar onze gemeente, naar de samenkomst, de bijeenkomst. En wij zeggen, Heere, wilt u mij vandaag gebruiken? Wilt u mijn ogen open doen voor iemand die een omhelzing nodig heeft? Of een arm om haar heen? Of een woord van bemoediging? Of misschien even moet ik even haar baby vasthouden, zodat ze iets anders kan doen. Gewoon openstaan voor wat anderen nodig hebben. Dus een veel meer naar buiten leven in plaats van dat eigen gerichte. Wees eensgezind onder elkaar. Dat is een woord dat ook harmonieus betekent. Dat vind ik zo'n mooi woord. Want dat in muziek zijn niet alle noten hetzelfde. En maar vooral in de muziek en als je dan samenzang doet met verschillende stemmen, dan kan je horen dat al die verschillende noten samen heel harmonieus klinken. En zo is het ook in het lichaam van Christus. We vervullen allemaal verschillende taken en we verschillende gaven. Maar samen zijn we dan harmonieus, tenzij wij daar tegenwerken. We moeten harmonieus zijn. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Heb niet het plan beroemd te worden in de Heere. Dat is een overdreven manier van zeggen, maar je weet waar ik had het er eerder over. Zoek het nederige en wees daar blij. Wees blij dat je een kind van God bent. Wat willen we nog meer? Wat kan beter zijn? Het denken van Christus moet in ons zijn. Zoals ik eerder vertelde over Filippenzen 2, waar hij zich vernederde. Zo moeten wij dat ook willen doen. Een dienaar willen zijn, aan onszelf sterven. Ik hou even op met de rest van Romeinen 2 en ik ga het nu echt afronden. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En die zachtmoedigheid is een heel mooi woord. Dat heb ik een paar jaar geleden echt bestudeerd. En dat is in het Engels meek. En soms wordt het vertaald als gentleness. Maar de meek is een betere woord. En het is niet een woord dat betekent zwakte. En daar wordt het zo gauw als gezien. Zachtmoedigheid moet je zo voorstellen. Stel je een wild paard voor, een mustang zoals we dat noemen. Kracht zit er in het beest. Hij rent met alle macht overal waar hij heen gaat. Dan wordt hij gevangen. En hij krijgt een trainer en die traint hem tot hij een paard wordt dat precies doet wat die eigenaar zegt. Is de kracht uit dat beest? Is nog steeds dat sterke, machtige beest. Maar hij is onder het beheer van die eigenaar. En zo wil de Heere met ons zijn. Niet dat die kracht van ons is, maar het is de kracht van de Heilige Geest. Maar het is een kracht die onder het beheer van de Heilige Geest is. Dus als er iets gebeurt dat je er niet een overdreven reactie hebt, positief of negatief, maar gewoon een kalm zijn onder wat voor situatie dan ook, circumstance ging ik zeggen. Dat is de zachtmoedigheid en nederigheid. Is gewoon niet zo hoog over jezelf denken. Kan alleen door de Heere. Kijk naar Hem. Lees de evangeliën. En zie hoe Jezus wandelde met de mensen. Dat is je voorbeeld. En Hij leeft in jou door zijn geest. En kijk niet naar beproevingen als dingen die jij zo snel mogelijk weg wil hebben uit je leven. Je vraagt aan de Heere, maak mij naar het evenbeeld van Christus. En dan zegt Hij,
Oké, dat doe ik. En hij zendt je beproevingen en moeilijke situaties en moeilijke mensen in je leven. En je zegt, Heere, haal alsjeblieft dat vreselijke persoon uit mijn leven weg. Daar kan ik niet mee omgaan. En hij zegt, ja, ik beantwoord jouw gebed. Jij leert zoals Christus te wandelen. En we hebben allemaal personen in ons leven die gewoon moeilijk zijn. Maar zo leren wij onszelf te verloochenen. Jezus zegt, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En zijn kruis opnemen en mij volgen. Toen Petrus Jezus verloochende, zei hij als het ware, en dat heeft hij geloof ik wel letterlijk gezegd, ik ken hem niet. Over de Heer Jezus, toen hem gevraagd werd, bent u ook niet een van zijn discipelen? En Petrus zei, ik ken hem niet. Dat is het verloochenen. Dus als wij onszelf verloochenen, zeggen wij tegen ons vlees, zei jij wat? Ik ken jou niet. Dus die stem van dat vlees, die praat, daar zeg je dan, wie bent u? Ik ken u niet. Ik volg Christus. Leren, leren, leren door het te doen. Elke dag weer. Het enige ding dus, wat nodig is, wat Maria deed aan de voeten van de Heer Jezus, is naar hem luisteren, op hem zien en hem aanbidden. En dat doen wij in verschillende situaties, met verschillende taken, met verschillende gaven. Maar altijd op hem gericht. Het ene ding, Christus kennen. En alles, al het andere vergeleken daarbij is, wat jullie vuilnis noemen, de letterlijke vertaling uit het Engels is mest. Vind ik nog een stinkerder woord. Alles vergeleken bij het kennen van Christus is gewoon niet vergelijkbaar. Christus is alles. Amen. Pardon? Ja. Heren, lieve, lieve heren, prachtige, wonderbaarlijke, liefdevolle heren. Wat een grote liefde hebt u aan ons gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. Maar dat is wat wij zijn. O Heren, wij danken u daarvoor. Dat in uw grote liefde en uw barmhartigheid en uw overvloedige genade u ons uitverkoren heeft in Christus en ons het leven gegeven heeft. Opdat wij mogen leven tot de eer van uw heerlijkheid met onze levens. Heren, wij kunnen dat niet. Maar u doet dat in ons. Dat wij ook vrouwen mogen zijn die ons totaal aan u overgeven. Met ons hele hart, onze hele ziel, ons hele verstand en al onze kracht of eigenlijk al onze zwakheid. Dat u in ons mag werken. Dat Christus gezien mag worden in ons leven. Niet omdat wij iemand zijn, maar omdat u echt alles bent. Heren, wij houden van u. Maar wij weten ook dat wij van u houden omdat u eerst van ons gehouden heeft. En Vader, ik vraag ook dat u deze vrouwen, deze lieve zusters, zult sterk maken in de kracht van de Heilige Geest. Dat Jezus hun focus is. Dat Jezus op de voorgrond in hun gedachten leeft. Dat zijn aanwezigheid meer reëel is dan de dingen om hen heen. En dat zij leren
stap voor stap. Van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut met u te wandelen. En te wetende dat in u zij al zijn wat u wil dat zij zijn. Door Christus. En dat door uw kracht u dat ook in hen werkt. En dat alle verlangens naar gelijkvormigheid, naar het beeld van Christus, een verlangen is dat u in hen gezet heeft. O Heere, dat wij totaal afhankelijk mogen leven van u. En ons mogen verblijden in wie u bent. Elk moment van elke dag. En van elkaar mogen houden met de liefde van Christus. En onszelf mogen geven aan de mensen om ons heen. Met nederigheid en zachtmoedigheid. Vertrouwende op u en uw kracht alleen. Dat echt Christus in ons gezien wordt. Wij bidden dit in zijn heilige en wonderbare en lieflijke en machtige naam. Amen.